Je hebt 30 seconden de tijd, 10 ballen, hè? Oh, kut. Mis. Mini! Ze voelen de spanning. Ja, hij weet het niet meer. Inraak. Nog 7 seconden. Ah, jammer, Chris. 3, 2, met links, met links. 2 ballen raak. Steepje laag. Ontspannen. Hey. 1 punt. Hey, klaar. 2. Kom, zijn het. Zijn wel, oké. En dan tellen we gewoon dit, hoor. 2. 1. Laatste bal. Yes! Ja. Die tellen we niet, die tellen we niet. Ja, lekker koeloe. GoPro raken is 10 punten, hè, jongens. 10? Dat is dan gezegd. Ja, ja, koeloe. Zo! Koeloe, hey! Ja, koeloe. Hey, 3 punten! Hij kan wel een voorzet geven. Hij gaat wel dichterbij, hè? Ah. Hallo, iets naar achteren. Okay. Zitten smokkelen. Zes. Zit er gewoon 6 in. Lekker van Koeloe. Moet je in de wedstrijd doen. Ah, oh, net daar. Was die pilaren, pilaren. Oh. Allemaal om. Ja, hé. Hé. Hey. Ja, hé. Hey. Ga door, ga door. Waarom dit? Arno, rustig, rustig. Lekker aan! Hey. Laatste bal! Nog één! Ja, ja! Heerlijk! Bro, ik dacht echt, ik schiet niet goed, maar ik schiet alles te hard, man. Godverdomme, hij wil ook nog hier. Er zijn al 2. Kak. Oh, ik moet zelf halen. Oh. We hebben nog. Krachten lieten me in de steek. De krachten lieten me in de steek. Ik leg hem op. Ja! Nee. Ja! 12 volle punten! Eerlijk! Oké, nog 10 seconden! Pak je tijd! Ah!
mooi vinden als hij even zo niet klaar oploopt. Maar niet uit. Dat is echt best moeilijk, hè? Ja, niet als Swaap je het tegenaan, hè? Nee, joh. Of je doet ze niet. Tuurlijk! Oh, raakt hij niet de bovenste? Nee, het is maar die wie niet eerst raakt. We kunnen niet vier keer dingen raken, want anders had ik er ook op gemikt. Baal momentje, hè? Tuurlijk. Zo. Dit is wel zijn spel, hè? Even tikkie, hè? Mag ook wel eens aanvallen. Kom op, jongen! En die kruising, hup! Lekker, zo. Aaron. Mag je rechts naar links? Dat staat ook voor tijd. En hier een kruising, kom op. Aaron, doe eens gek dan. Doe eens gek. Doe eens gek, voor me. Laat me genieten. 8 punten. Goed gedaan, jongen. Klasse, jongens. Yes boys, daar was hij dan, FIFA Skill Games. Hoe vonden jullie het gaan? Ik denk, de eerste ronde was een Kulu's kant, denk ik. En de tweede ronde was mijn kant, dus ik denk, goed team. Goed team. En wat vond jij van de druk? Ja, de tijddruk. De tijddruk is vervelend, inderdaad. Weet je, vooral met dat schieten in die bak, daar gaat het om tijd. En je wilt zo snel mogelijk 10 ballen schieten, maar misschien kan je er beter 8 schieten. En dan goed, dan dat is ik 10 heel snel en net niet. Ja. Simon, ging het? Ja, ik vond het wel redelijk gaaf. Chris en ik hebben een beetje de punten verdeeld. Allebei evenveel onderdeel pakken. Welke spelers zullen het beste kunnen? Naast jullie vier. Ik denk de aanvallers, dat is wel iets voor. Ook wel aanvallers, voorzetjes en afmaken. Dus ik denk dat die. Ik denk Groen en Evert ook wel. Ja, denk ook wel, ja. Laten we het afwachten, jongens. Bedankt. Okay, ja. Goed.